Het hele gebouw is onder kelder, maar die kelder is niet zo hoog. Die hebben we ook gehandhaafd. We hebben nou wel wat modernere kleuren aangebracht overal. Dat licht prijsbegoedigd blauw. En dan moderne lampen weer. Hè. Toch geprobeerd om het nieuwe, het klassieke te verbinden. Dat is nou een mediatheek, hè, met apparatuur en boeken. Boeken zijn nog steeds belangrijk. Ook al leven we in een digitaal tijdperk. Blijven gewoon, ja. Maar ja, je ziet hier weinig mensen meer zitten. Ja, de school is, zal ik de post vergaan. Ja, alleen de leerlingen zijn al zijn naar huis. Heerlijk, op vrijdagmiddag om 1 uur. Nou, ik zou vertekenen. Ja, ik ook. Nou, kijk, en dan leren wij. Dat staat daar. En daar, ja, ook bekende spreuken, die hebben we hier en daar weer gehad. Toch een beetje klassiek. Verba volans, scripta manent, oftewel, het gesproken woord vervliegt. De gesproken woorden vliegen weg, maar de geschreven woorden blijven. Ja, dat klopt. Nou, dan hebben we hier... Ja, hier zie je heel goed de combinatie van het oude gebouw en het nieuwe gebouw. Het oude gebouw, dit was vroeger dus de school. Hier was een corridor. En daar was, aan de onderzijde, was de oude gymzaal van die school. En aan de bovenzijde, dus op de eerste verdieping, daar was de kapel, de grote kapel, een grote kerk. Voor de priesterstudenten. Wij hebben in de jaren... 2000 hebben wij, dit was de buitenmuur, maar toen hebben wij rondom die buitenmuur, hier, die glazen wand, en dat zie je daar aan de andere kant ook, doorgezet. Allereerst geeft dat een hele moderne setting, maar wij krijgen er flink wat extra ruimte voor in de plaats. En dat vond ik een hele mooie, ja, mooie truc. Daar zie je, dat kunstwerk wat daar is, dat stelt de God van Plato voor. God van Plato, de Plato die zegt dat van alle begrippen zijn er basisconcepten aanwezig. Paard van, als je zegt een paard, van het begrip paard heb je een begrip, van het begrip kind heb je ook een begrip. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel varianten zijn op dat basisbegrip. Ja. Ja. En die worden dan gevormd door het onderwijs in die God van Plato. En daar heb je het paard Pegasus. Het is, het is niet aan, het is niet te zien nou. Maar dat is paard Pegasus. Pegasus, het vliegende paard dat de goden naar de Olympus bracht. Maar ook staat het symbool voor het brengen van kinderen naar het hogere niveau van het onderwijs. Dus daar staat het ook symbool voor. Weer klassiek in een moderne vormgeving. Ja, mooi. Kijk, nou. Waar komen we nu? En we zijn geleidelijk aan bezig om overal de toiletten te vernieuwen, et cetera. En toen hebben wij hier ook, ja, dan moet je eventjes, ik zal even toch die papieren die wij daar houden. Dat moet nog schoongemaakt worden. Staat niet op de film hoor, je ziet niks. Oké. Maar kijk, wat we wel proberen, het is weer ook, ja, kijk, die kinderen die vonden het prachtig, maar wij kregen van sommige ouders, dat is toch niet functioneel, die hoogste spiegel, die kun je niet bij. Ja, dat doet er niet. Nee. Dat is mooi. Ja. Het moet ook een beetje mooi zijn. Ja, een beetje smoelen. Ja. Zo daar hier naar boven gaan. Hier hebben we allemaal ruimte van leerlingen. Van docenten. Ik maak hier weer eens. Dat goed maakt van de grond. En dan kom je hier in onze oude gymzaal. Als we naar de klas eens kijken, dan zie je naar de afbeelding. En die
afbeelding, dat is de afbeelding van een kruis. En dat is een symbool. Die afbeelding vervangt een andere. Dit is een college voor de bovenbouw. Die gaan op reis naar Griekenland. Heel kort. Dit is woord van de klassieke taal. En dan, ja, ik vind het ook eens mooi om te kijken. Ja, heel graag. Toch weer dat moderne, ja. Zie je het? Modern en klassiek bij elkaar. Een beetje de oudheid in die. Ja. En dan past hier heel mooi bij. Dan past hier ook prachtig bij. Ja. Het gaat allemaal automatisch aan, dus het is ook allemaal nog verantwoord. En hier hebben we zulke ruimtes als deze. Wij proberen ook modern te zijn door mensen staande te laten vergaderen. Oh ja. Dus dat doen we hier. Ja. En we hebben overal... er wordt veel gebruik van gemaakt, hoor. Nou natuurlijk niet, maar hier wordt het. Ja. Je kunt er ook dingetjes tegenaan plakken. Oh ja. Maar die staan er dan steeds meer. We krijgen ook steeds meer docenten die hun tafels... ja, actieve houding is actieve het. Actieve houding. Ja. Herkenbaar. En veel kunst aan de muur. De kunst aan de muur wordt iedere twee weken veranderd. En dat zijn allemaal tekeningen, schilderijen van onze eigen leerlingen. Oh, dat is een mooi project. Dus. En dat gaat al jaren zo door. Dat zijn prachtige. Ik vind ze, ja, het is heel mooi. Onze sectie kunstbeelden, die is ook erg populair. Maar je ziet wat voor een fantastische mens is. En dan heb je hier dan weer die nieuwe ding. Maar dit is maar een controversie. We hebben hier dus een andere kleur gekozen hierboven. Dit is de beta-hoek hierachter. Dit is de beta. Wat is beta? Beta is natuurkunde, scheikunde, biologie. Okay. Wiskunde zit hier beneden. Dit is het biologie lokaal aan die zijde. Ja. Is een beetje verouderd. Dit is er al 20 jaar, iets meer dan 20 jaar. Dus we zijn al bezig met plannen te maken om dat ook weer te vernieuwen. Dit is van. Dit is een toba-ruimte, maar veel eigen experimenten worden dan gedaan door leerlingen. Want daar steken we ook in, hè? Dus ja. Leerlingen doen zelf experimenten. Ja. Dat doen dat zelf. Ja. Dit is natuurkunde. Nou, hier zijn ook wat restanten van de biologie, maar niet echt. Dus de oude is de biologie, denk ik. Hier heb je nog die prachtige kasten met, dat zijn van de paters, hè. Die paters die hadden geweldige collecties. En die hebben overal nog staan. Is dit ook de originele kast? Dit is een originele kast, ja. Die is meer dan 100 jaar oud. Heel mooi, ja. En dat trouwens, ik kom daar ook wel bij, maar die kasten zijn heel bijzonder. Die vogelcollectie ook heel bijzonder. Waar chemicaliën zijn, ja, dat moet allemaal volgens strikte regels. Oh, dat is heel leuk. En hier ook. Ik vind het heel mooi, het is een hele oude kast. Prachtig. En die hebben we weer gerenoveerd, zoals je ziet, een beetje opgeschilderd, een beetje. En weer alle heren, maar die waren eigenlijk bruin van oorsprong, maar dat past niet meer. En dan hebben we een navolging daarvan, we wilden nog meer werk van. Dus dan hebben we die moderne kast hier. Ja, totaal anders, maar ook mooi. Maar toch mooi, toch? En toch in harmonie met als je hier staat. Je kijkt hier overal, je ziet hier overal kunst omheen. Kijk maar, het is een kunsthoek, zal ik maar zeggen. Kapel, dat kun je nog wel zien, dat is een opgang naar de kapel. Ja. En die wordt nu gebruikt als studieruimte, maar ook als examenruimte. Er worden hier examens afgenomen, grote bijeenkomsten. Mm. Diploma-uitreikingen, als die niet buiten plaatsvinden of in de bus, dan doen we ze hier. De laatste jaren zijn nogal groot, dus de laatste twee keer hebben we het in de bus gedaan. Maar dat was gewoon omdat er een hele grote lichting was. En daar voelde je het vaak buiten, dat was prachtig. Ja. Maar ook in deze zaal, het is een hele mooie zaal. Hoe architecturaal. Je ziet de restanten nog van. Je ziet dat er het wijwatervat en zo. Dit is gewoon een gave ruimte. Zoveel mogelijk intact gelaten. Je ziet ook weer kunstenaars. Dat zijn de zesde klassers die hadden hier hun zelfportretten mogen ophangen. En daar zie je nog de absis. Hè. Daar was het altaar stond daar vroeger. Ja. En de twee spreekgestoelen, links en rechts, hè, voor het evangelie aan de linkerkant, aan de rechterkant en het epistel, de eerste lezing aan de rechterkant.
goed. En dit wordt nu gebruikt, nu niet, maar als studieruimte. Ja. Ja, de onder toezicht, met absentiecontrole, moeten mensen soms hier ook studeren. Ja. Hierboven nog het Schola Cantorum, dus daar was het koor. Zongen vroeger de priesterstudenten het Gregoriaans. Wordt nou niet meer gebruikt. Ja, deze absis helemaal. In de winter staat hier altijd de kerststal, zelf gemaakt, een hele mooie kerststal. Prachtige kerststal, ja, dat is nou niet het geval. Sowieso een hele gave ruimte, ja. Ja, en ook multifunctioneel, er worden ook muziekconcerten worden hier gegeven, noem maar op. Dan laat ik jou nog één ruimte zien, waar ook Niels Steenberg hangt. Dat wordt normaal gesproken gebruikt als rust, als stilteruimte, als herdenkingsruimte, maar het wordt ook wel eens als opslag gebruikt. Ik weet niet hoe het nou zit, maar... Niet Adam en Eva, maar... Dat dacht ik eerst altijd, maar het is de levensboom. Niels Steenberg, die kennen we wel. Ja. Keert de hoop terug. Gallo Calente spes regent. Een bekende. Oh, heel mooi. Ja. Een bekend deel. Kijk, dit is maar een klein deel. Opslagruimte bijvoorbeeld voor de fotoclub die hier regelmatig dingen geeft. Hier wordt spullen. Bijvoorbeeld, dit zijn spullen van de Limburgreis. Okay. Dan gaan we met heel pas 4 gaan wij naar Limburg toe. Ja, dan maken we ook zelf ons eten klaar. Hè. Dus dat is. Ja. En dan, ja, hier, dat loopt die kant op. Naar boven toe, dan ga je even hier langs, want hier kom je dus in die ruimte, die kant gewoon zo. Dan moet je hier goed op gaan passen voor je behoeft. Ja, is iets lager inderdaad. Opslaan. Ja, zoals wijn. Zo. Dat zal vroeger ongelooflijk zijn. Ja, dat denk ik. Ideaal, ja. We moesten de docent aan wennen in het begin, maar nou naar de rand vond het geweldig. Ja. Je kunt er gaan zitten en dan met een op hoogte verstelbaar, dan kun je ze rondschuiven, zou ik maar zeggen. Maar dit lokaal is een beetje klein voor deze, want ze zijn net iets groter deze dan een normale. Ja. En ze zijn niet kapot hoor hier, maar hier die tekentjes, daar kun je allerlei constructies. Ah ja. Zijn markeerplekjes waarmee je kunt variëren. Ja. En we zijn ook bezig om zulke dingen, wiebelstoelen voor kinderen die erg bewegelijk zijn. Nou, die zijn gebaat, schijnt, met zulke van die wiebel. Oké. Okay. Ja, goed. En wij willen eigenlijk een beetje uniformiteit in ons. En deze lokalen waren heel slecht, dus een nieuw plafond erin. Ja. Nieuwe isolatie, want het was nogal gehoor. Dit waren vroeger namelijk de slaapzalen van de chambretten van de priesterstudenten. Dus al die verhalen die altijd over, dat zou dus hier plaatsgevonden hebben, maar van het Oebert is bekend dat er eigenlijk niks gebeurd is in de tijd. We hebben hier nou opnieuw alles geïsoleerd, er is ook vilt. En er zitten speciale platen tussen, hierboven zitten extra platen tussen, om zoveel mogelijk het geluid te dempen, maar ook te weinig oversprongeluid te hebben van andere lokalen. Want er is hier één grote massa hierboven, dat is één grote zolder, waar je niet op kunt. Die had een erfenis en uit die erfenis kwam onder andere dit prachtige kleed. Kijk, zo zijn. Dat is een heel duur kleed. Dat kan de school niet betalen. Die tafel ook, dat is een hele speciale tafel. Nou ja, die heeft zij hier weggezet. Moest voldoen aan allerlei strenge geluidsoverlastregels. Want daar, al die mensen die daar wonen, die mogen natuurlijk geen last van hebben. Dat wij hier groots nogal muziek maken. Een klein orkestje zijn met de beste en etcetera. Dus en hier komt een fantastische mooie. Van gerecycled PVC, het is een recycle experiment. Prachtige van die shingles, van die uitvormige, in hele mooie moderne kleuren. Dat is heel bijzonder. Het is een soort container, hè, dit? Ja, het is een soort semi-permanent. Ja. Kijk, hallo. Hallo. Kijk, dit zijn twee leerlingen die maken gebruik van de ruimte hier, door muziek te maken. Hallo.
zoals je hoort. Ja. U hoort ook hoe effectief de geluidsisolatie is. Ja, dat is deur dicht. En stil. Dat is ook ongelooflijk, hè? Ja, knap. We hebben 3 van deze geluidscabines, waarin ook mensen samen kunnen oefenen. Ja. We hebben een strijkorkestje is hier, die hier regelmatig oefent. Heel klassiek, maar we hebben ook heel veel moderne muziek. Ja. Basgitaar, leadgitaar, die zit allemaal in deze kassen. Hopelijk afgesloten, tenminste, dat is wel de bedoeling. Ja, daar zit het. We hebben voor 15.000 euro hebben wij nieuw materiaal aangeschaft. Oh, dat is behoorlijk. Dat is heel behoorlijk, ja. Investeren. Ja. Hallo. Leerlingen van klas 5. Wat? Jullie zijn van klas 5, hè? Ja, ja. Dus zo. En wij staan, ja, dat is eigenlijk wel uniek hoor. Wij staan dus toe dat dit gedaan mag worden, zelfs zonder toezicht. Voor zolang het duurt. Als het niet goed gaat, dan is het ja, gewoon. Ja. Maar ons vertrouwen wordt niet beschaamd. Er wordt heel zorgvuldig met de apparatuur omgegaan. Dat is wel heel prettig, ja. En zo zijn er heel veel activiteiten op school waar leerlingen zelf verantwoordelijkheid voor dragen. En dat vinden wij ook een belangrijk issue. Het ziet er gewoon heel gaaf uit. En dan lopen we zo en dan kunnen ze aan het laatste daar. Dat is onze gymzaal, die wil ik ook wel mooi, die wil ik ook wel laten zien. Die wordt dus verhuurd, 's avonds en de weekenden, aan de volleybalclub Oosterhout, FOCO. Die toch een grote vereniging is. En die... Ja, wij kunnen niet zonder FOCO, want zij betalen flink wat huur aan ons. En zij kunnen niet zonder ons, want er is geen ruimte in Oosterhout om hem te huisvesten. Nee. En zo, dat is een beetje een gezamenlijk project geweest in de jaren 90. En dat is functioneel uitstekend. Ook vanwege de duurzaamheid, hè? Ja. Wij zijn daar flink mee bezig. We zijn heel ons gebouw overal ledverlichting aan het aanleggen. En we zijn met zonnepanelen, de bedoeling is dat die in juni op het dak komen te liggen en nog functioneel zijn.